Wil jij de aankondiging doen vandaag? Ja. Nou, kijk maar in de camera en zeg het maar. Wacht, ik geef jou de microfoon. Succes. Vandaag viert Scout de Bokstol haar 20 jaar bestaan. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Een oud-voorzitter en de huidige voorzitter. Ik begin bij de oud-voorzitter. Rond 2000 heb ik begrepen was er een fusie van meerdere... 2002. In 2000 was het een fusie van de herentak. En in 2002 kwamen de dames erbij. En toen zijn we in één gebouw één vereniging geworden. Toen werd het pas echt gezellig. Nou, het was al gezellig, want eigenlijk door het gebruik van het gebouw ging je naar elkaar toe. En dat was een hele goede set destijds geweest, de Wikijup hier neer te zetten. Op deze mooie plek bij het bos. Want je hoort vaak fusies en zo van ook wel voetbalverenigingen. Dat ligt altijd een beetje gevoelig, hè? Maar toen niet. Nou ja, scouting is ook een vereniging van historie en tradities. En een van de eerste regels die wij hadden ingesteld als fusievereniging van we gaan niet meer de oude namen gebruiken. Maar ik kwam hier na 20 jaar terug, of na 10 jaar terug, en ik hoorde van ja, we gebruiken nog steeds Paulus, we gebruiken nog steeds La Vigerie, Rosa van Lima. En dat is prima. Als je alleen maar met elkaar goed kan samenwerken, dat is het belangrijkste. Ja, en dan komt de wisseling van de wacht. En dan komt er een nieuwe voorzitter. Ja, er zijn er in de tussentijd nog twee andere voorzitters. Oké. En afgelopen november heb ik het stokje over mogen nemen van Mario de Keizer. Die ook ruim 9 jaar voorzitter is geweest van deze fantastische vereniging. Dus voor mij is het nog een beetje onwennig af en toe. En het is zo'n enorme grote bloeiende vereniging. Dat zoveel mensen... En hoe bevalt het? Ja, fantastisch. Als een warm bad ontvangen. Mijn dochter zat hier al 2 jaar bij scouting. Ik heb zelf ook wel een scouting achtergrond. Maar als je dan toch weer bij een groep komt, dan is het fantastisch. De klimtoren. Daar is hij, ja. Ja, je moet je goed vasthouden. Ja, zeker weten. Dus, volgens mij vinden ze het allemaal hartstikke leuk. En het is nu al een beetje een wedstrijdje tegen elkaar. Dus, kom op, Gijs. Mooie sport erin voor die mannen. Nou, Gijs, dan gaan we hangen, jongen. Dan mag je je handen aan het touw vasthouden. Hij gaat hangen. Dan zet je je voeten tegen de wand aan, vlak. Oh jee. Hoe was het, Gijs? Een beetje van de wand afzetten. Heel eng. Ah, goed gedaan, jongen. Heel knap. We gaan even een blik werpen hier. Oh, dat is toevallig, dat is blik werpen. En wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn aan het blik gooien. En de ballen gooien? Ja, we moeten met de ballen de blikken omgooien. Kijk, nou, duidelijke taal. Oké. Okay. Als je nu alleen de bovenste omgooit, krijg je frietje. Alleen de een frietje voor alleen de bovenste, hè? Ja, alleen de bovenste. Alleen de bovenste. Oh, sorry. De eerste was aanraad. Oh! Ja! Hoe gaat het? Het gaat echt hartstikke goed. Het is heel mooi weer en de kinderen vinden het heel erg leuk. De activiteiten lopen allemaal, dus wij zijn heel tevreden. Ja, want heel de week kwam het met bakken naar beneden. Ja. Dan is het toch wel ongelooflijk dat het vandaag zo weer is, toch? Ja, het is ons gegund, denk ik. Want inderdaad, gisteren heeft het nog geregend. Volgens mij gaat het morgen weer regenen. We hebben echt precies de perfecte dag. Ongelooflijk. Ja. Nou, we hebben al verschillende dingen gezien, maar jij zei, heb je dit al gezien? Hoe heet dat? Zijn jullie al gaan kijken bij de herdenkingssteentjes? Nee, de herdenkingssteentjes. Nee, Piet, nee. Kun je ons even meenemen? Zal ik doen? Leuk. Er staat geen drinkwater. Aha. Als je heel erg dorst hebt, dan moet je even bij de zin aan. Wat ben jij nou aan het doen? Eén keer gehaald. Een
steen aan het kleuren. Een steen aan het kleuren, ja. Maar heb je dat gezichtje er zelf op getekend? Ja. Mag ik die even aan de camera laten zien, zo? Oké. Okay. Dat is echt niet normaal mooi. Kijk, Piet. We mogen allemaal een steentje maken en van al die steentjes samen wordt dan een herdenkingspad gemaakt. Dat is een heel mooi idee. Ja. Hoe kom je bij zo'n idee? Mijn idee, hoor. Dat denk ik van Margot. Jouw idee, Margot? Ons idee van de organisatie. Ja, we wilden graag iets blijvends aan deze dag. Iets wat ons zou herinneren aan het jubileum, het 20-jarig bestaan van onze vereniging. En we willen dat alle leden daar een deel van uitmaken. Dus dit is de manier. En het pad komt ook hier te liggen? Het komt ergens te liggen. We moeten nog een beetje kijken waar. Maar wel op het terrein hier? Rondom de Blokhut, ja. Leuk. Hartstikke goed idee. Ik zag twee beren broodjes smeren. Ja. Hoeveel boterhammen gaan jullie smeren vandaag? 250 personen brood. Dus 3 sneden per persoon of zo. Dus ik denk 800 sneden brood. Ik denk veel meer. Oh. Denk ik, hoor. Ja, ik heb geen idee. We smeren tot de toppers. We smeren tot de toppers. En dan smeren jullie hem. Dan smeren we. Dan zijn we klaar mee. Nou, ja. Succes, dames en heren. Dank je wel. Hier zit de waarzegster en volgens mij weet zij dat wij komen. Denk ik. Ook zie ik in jouw toekomst de schildknaap van de kelk. Dat betekent dat er iemand in jouw leven is die altijd jou toejuicht. Ook als het tegen zit, die zal er altijd voor je zijn. Dus je hoeft je nooit alleen te voelen. Hallo mevrouw. Hallo. Hoe heet u? Serafina. Ja, waar zeggen is de toekomst zien in een glazen bol, zeg ik. Dat is zeker. Ik ben wel heel zenuwachtig. Dat snap ik. Het is ook wel... Oh jee. Dat klinkt slecht. Ik zie... Nee. Veel rood. Rood? Dat staat voor veel passie. Ik wil eigenlijk graag een keer het Songfestival presenteren. Kun je kijken of er daarin zit? Ja. Ja, er zijn veel verschillende wegen. En er is een kans dat het ooit zou kunnen gebeuren. Dat meen je niet. Maar die kans is heel klein. Klein? Heel klein. Heel klein. Maar hij is niet... Oh, er is dus een kans. Er is een kans. Oh, nou, daar ben ik wel heel blij mee. Nou, dankjewel. Sommigen hebben al spekkie. Kijk, wat gaan jullie doen? Hij zegt drijfman. Marshmallows roosteren. Aha. Ja. Aha. Interessant. Ja, heel interessant, hè? Het marshmallow meisje. En een marshmallow jongen. Marshmallow jongen. Ja. De jongen is de jongen is vandaag jarig. Zeker. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ik ben ook een beetje waarzegger. Jij wordt 22 jaar. Ja. En hoe voelt dat? 22. Niet heel veel anders. Veel plezier. Dank u wel. Wat ben jij nou aan het doen? Braakballen uit aan het Sorry? Pleizen. Wat zeg je nou? Braakballen uit aan het pleizen. Braakballen en dat is gezond of zo? Nee. Maar wat is dat precies? Leg eens uit. Dat is bijvoorbeeld een muis, een uil die eet een muis op. Dan kan hij niet alles eruit halen en krijg je... Oh, dan braakt hij die... Ja, ik heb het wel zo. Oh, dus je hebt nou een stuk muis in je hand. Het kan ook iets anders zijn. Ja, dus alles wat een uil eet, wat hij eigenlijk niet kan opeten, dan werkt hij naar buiten. Ja. In de vorm van een braakbal. Zeg goed, hè? Ja. En wat is dit voor iets? Een microscoop. Een micros wat? Microscoop. Microscoop. En wat doe je daarmee? Kijk, iets van beter afzien. Echt waar? Ja. Dus als ik er doorheen kijk, dan... Als je dit hier neerlegt en je kijkt er doorheen... Dan Mag ik even kijken? Ja. Nee, echt. Zo. Jawel. Het lijkt wel een maanlandschap. En wat heb jij? Ik heb hier, ja, dat weet ik niet. Ja, Volgens mij heb ik deze. Oh ja. Kijk, Piet. Ik heb eigenlijk een paar hele tijd. Kijk, hier kunnen ze zien wat ze gevonden hebben. Hallo, kijk. Joost, die binnen is ook van alles te doen. We zijn net bij het braakbalpluizen geweest.
Ja, dat is een activiteit die eigenlijk afgelopen week nog erbij is gekomen. Dat kinderen het heel leuk vinden om de braakballen uit te pluizen en te kijken wat er vooral aan schedels en zo. Ja, heel leerzaam. En waar gaan we nu naartoe? We gaan door naar de Oud-Hollandse Spelen, die hebben we hier ook binnen. Nou, wij volgen jou. Ja. Jij kijkt. Ik zag jou wel kijken. Doe die blinddoek eens goed op. Ja, nee. Oh, dat gaat natuurlijk niet. En hap naar die koek. Hap maar. Happen. Goed zo. Goed, gelukt man. Goed gedaan. Was je lekker? Ja. Gelukkig. En weet je wat dit is? Ja. Wat dan? Sjoelen. Sjoelbak, ken je dat al? Ja. Vind je het leuk? Ja. En hoe werkt het? Je moet eigenlijk zo'n steentje hierin gooien. En als je in elke eentje gooit, heb je al 20 punten. Maar waarom gooi je niet gewoon eroverheen hierin dan? Dat mag niet, want je moet schuiven. Oh, schuiven, sorry. 12 punten. 12 punten. En wat ben jij aan het doen? Ik ga dadelijk een tattoo laten zetten. Een wat? Een tattoo. Een tattoo? Nee joh, dat moet je niet doen. Dat zijn stickers tattoos. Oh, wacht. Oh, die kunnen eraf. Oh, gelukkig. Oh jee. Wil je hem dan met de zo, dus met de beentjes naar die kant? Nee, gewoon zo, ja. Zo? Ja. Dan blijft hij lang zitten? Geen idee. Over 3 maanden kom ik terug als ik hem niet eraf krijg. Is goed. Oh jee. Een beetje. Oh, wat mooi. Dames, hoe vinden jullie het vandaag? Leuk. Jou zei ik net bij het koekhappen. Ja. En jij? Kom, Caroline. Leuk. Leuk. En vind jij het ook leuk? Ja. En dat is een briefje. Wat staat erop? Ja, waar je allemaal heen mag en zo. Oh. En waar het is. Oké, dus wat heb je allemaal al gedaan? Ik heb al tattoo laten zetten. Die koek? Ik ben op wezen klimmen. Oké. Okay. Ik ben naar de Waarzeg geweest, maar ik mag nog een keer komen. Oh? Ja. Hoezo was het niet zo goed in de toekomst? Jawel, maar het was gratis. Het was gratis. Ah. En de volgende keer niet. Maar ik ben al op de Storma geweest, de familieschommel. Maar waar gaan we nu naartoe? Popcorn eten. Popcorn eten. Heb je al popcorn op? Nee. Ga je mee? Ja. Popcorn eten. Welke vind je zoet of zout lekkerder? Zout vind ik lekkerder. En waarom? Omdat ik over het algemeen niet zoveel zoete dingen hou. Kunnen we een radiospelletje doen? Nu? Ja. Kun jij ja of nee zeggen? Ja, dat is 2 minuten, 2 seconden stil, dus dan ben je al af. Oh, ja, oké. Okay. Zo snel gaat het. Ja, hoe gaat dat dan? Nou ja, zo. Je kunt geen ja zeggen, je mag geen nee zeggen, je mag geen nee zeggen. En je mag ook geen 2 seconden stil zijn. Oké, maar kunnen we niet even officieel proberen? Ja, zeker, dan mag jij daar gaan staan. Oké. Okay. Dan gaat jouw tijd nu in. Jij bent dus nu presentator van Omroep Dommeland. Wat doe jij normaal? Normaal maak ik... Ja, je bent al af, dat was een Er waren 3 seconden. Goed gedaan. Ah, dat is wel heel erg dit. Ja, zo gaat dat. Dit is heel erg. Dit noemen ze nou echt een afgang. Rond 3 uur mogen alle ouders komen kijken en proeven wat de kinderen gemaakt hebben. En daarna gaan de kinderen naar huis. En vanavond hebben we een fantastische reunie. Mooi. En allemaal ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Daar ben ik vergeten te vertellen. Bestaan van Scouting Bokstel. Ja. Scouting Bokstel is ook de 3e vereniging in Nederland. Nou, en toen ik startte was het de 13e vereniging. Dus het is ook nog steeds een groeiende vereniging. Dat maakt me heel blij. Ja, mooi. Nou, dat zijn mooie woorden. Ik wens jullie heel veel succes en een mooie dag. Dank u wel.